En dan gaan we nu overschakelen naar het Betty Asphalt Complex in Amsterdam voor mijn rubriek Geef Talent de Ruimte. U kunt kijken naar de singer-songwriter Joost Doppen. Misschien kent u hem nog niet, maar het wordt tijd dat u hem wel leert kennen. Gaat u mee? Sinds wanneer ben jij aan het zingen, Joost? Vanaf mijn 12e, denk ik. Vanaf je 12e. Ja. En hoe oud ben je nu dan? Ik ben nu 26. 26. En wat, weet je nog wat het eerste liedje is wat je schreef? Ja, een Nederlandstalig liedje over een meisje uit de brugklas, zeg maar. Een beetje zo'n liefdesliedje was dat. En wist dat meisje dat je over haar... Nee. Ik heb één keer met haar gedanst op een brugklasfeest en daarna was het alleen dat liedje, zeg maar. Ach, en toen je danste op dat brugklasfeest, voelde je toen meer voor haar dan zij wilde aanvaarden? Nou, dat was eigenlijk altijd een beetje onduidelijk. En achteraf hoorde ik toch wel dat ze mij toen ook zag zitten, maar dat hoor je dan altijd te laat, hè? En waarom heeft dat meisje dan toen niet initiatief genomen? Dat is allemaal... dat weet ik eigenlijk niet. Het is allemaal puberaal-achtige gebeuren natuurlijk. Maar je hebt er dus later nog wel weer ontmoet? Nee, ik heb er alleen via dat Hijfs toen ooit. En je hebt er geen zin meer? Nee, dat kan natuurlijk allemaal niet meer. Dat is veel te lang geleden. Nou, waarom? Ja, waarom? Dat is nou ja, we zijn alle twee stukken verder natuurlijk in het leven. Dus dan houdt het op. Ja, hoe bedoel je verder in het leven? Nou ja, alle twee bezet. Dus al bezet? Dat, ja. Ja, bezet is wat anders. Maar bezet hoeft toch niet voor altijd te zijn? Nee, inderdaad. Maar je hebt je afwegingen, hè? En dan blijf het toch. Oh, je hebt dus wel afwegingen. Ja. Gelukkig geen zo'n huispagina en nog een foto en dat soort dingen. Maar heb je wel een moment gedacht van, zal ik er nog een keer ontmoeten? Als singer-songwriter heb je natuurlijk heel veel van dat soort gedachten. En daar komen ook wel weer nummers uit voort. Ja, dat is het voordeel. Dus je kunt het gevaar opzoeken, omdat je dan denkt van, nou ja, goed, ik heb altijd een goed nummer. Al stort mijn wereld in elkaar. Het is meer het denken aan hoe het zou kunnen zijn. En daar komt dan wel weer een liedje uit voort. Ja. Het is wel vanuit het fantasie gebeuren. Ja. Ga je gang. You read. You are just a human. You are just a person. You are just a guy ready to fall. Just a spectator. Just a spectator. You are just a guy ready to die. You're just a spectator. Just a spectator. Just a spectator. Nothing more. Just a spectator, nothing more.
see your point on a cold floor, and I see that you have taken some more, and I see. Thank you.